Waarom heeft elke... Wat een dieve... Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Pokémon Ultra Moon Randomizer Avatar Lock met Sander van Gaming SB. Ja. De vorige afleveringen waren pijnlijk, op z'n zachtst gezegd. Ja, die fucking Miracoat. Ik vind Miracoat zulke bullshit. Ja, dat maakte je de vorige aflevering erg duidelijk. Ik zal er niet meer zijn. Het wordt tijd dat wij naar Tapu Village vliegen en... Tapu Village? Ja, want naast Tapu Village kan je naar de Pokémon League. Maar mijn vlaggetje staat nog onder. Oh. Executor Island, hoezo moet ik daar naartoe? Ik heb geen idee, maar ik moet schrijven. Nee, dat wist ik ook niet. Daar staat het vlaggetje, dat had je wel kunnen weten. Beetje jammer. Ik dacht, we zijn eindelijk zover. Maar nee, we moeten nog meer bullshit doen voordat we daar naartoe mogen. Ja, dat snap ik ook nooit hoor. Al dat je er woest van wordt. En aantrekkelijk. Net zoals fucking Miracle. Nee. Ik ga weer op deze executor clippen. Ja, als het moet, gaan wij wel weer naar Executor Island hoor. Ben ik al. Ja. Yo, Hapu. Wat doe jij hier nou weer? Moet ik die fluiten inleveren, zeker? Hapu, kan je moet ik haar ook nog eenmaal battelen? What the fuck, gast? Serieus? Heb ik helemaal geen zin in. Nee, inderdaad. Hou op. Laat me met rust. Ik zei toch, ik ben... Wacht even, ik ben... Dit. Dus dan moet je niet gaan komen met... Hey, ik wil dat je battelt tegen mij, want ik ben... Sander Salt. Ik ben... Dit. Ja. Switch Pokémon, ik weet niet welke... Het komt. Nee. Ja, dan had je ook niet zo'n onzin moeten doen, Sander. Dat je gewoon op moet letten. Ja, maar ik was eventjes... Oh jee, een Rapidash. Dus ja, dat kon niet anders. Ik ga dat woord... Oké, challenge. Ik ga dat woord gewoon de hele... ding niet zeggen. De hele aflevering. Oké. Ik denk niet dat je ooit zal raden welk woord ik bedoel, maar... Oké. Ik ben zo blij dat dit geen echte Mega Kangaskhan is, want weet je waarom? Dan heeft hij niet die ability. Ja. Hij killde me nu al, bijna. Wat? Oh, dat veel hield er niet eens. Dat had ik wel op gehoopt. Waarom heeft elke... Wat een dieve... Miracoat? Bijna hetzelfde. Weet je wat er gebeurde? Counter. Nee. Hij had een Rapidash. Ik deed Stone Edge. Derde Pokémon al deze playthrough die innards out doet. En dan ben ik ook dood. Wat een onzin. Ik ben dood. Kangaskhan used the C-move. Huh, wat? Oh, hij doet C-Ender. Holy damn. Ik dacht echt, ik ben dood. Waarom heb ik zo... Oké. Ik dacht echt, mijn Palkia is neer. Oké. Nou, Kangaskhan is dood. Is er überhaupt iets veranderd aan Kangaskhan in zijn Mega? Behalve dat hij dat kind eruit is? Nee. Nee, oké, dan ben ik niet blind. Nee, ik ben echt zo salty. Snap ik. Maar wie ben je verloren? Wie was het ook alweer? In ieder geval een Pokémon die ik net... Oh ja, Solrock. Die met die vette shiny schijnbaar. Ja. En ik had echt helemaal zin om die Pokémon een keer te gebruiken, omdat ik die nog nooit gebruikt had.
Heb je nog nooit een Zoroark gebruikt? Nee, niet dat ik me kan herinneren. Oh shit, ik heb geen Dragon aanval. Ik wel, volgens mij. Dan moet ik switchen. Ah, oh, zonde. Ik heb ook geen ijs aanval. Ik heb geslagen. Grand Trial? Oh, natuurlijk. Natuurlijk, ja. Ik wist niet eens meer. Oh ja, hij doet nu ook een C-move. Hij doet ook een C-move tegen mij. Twinkle Tackle. Uh-oh. Oh, dat klinkt wel als een attacking move. Ik heb erg geluk gehad dat hij een C-Endure deed. Ik durfde al niet te kijken. Oh, ik zag dat hij een KO. C-move deed. Nice. Ja. Ik vind het wel heel kut voor je. Ja, het is echt zo'n onzin. Eens, waarschijnlijk. Ik weet nog steeds niet wat er gebeurd is. Oh, dit was die C-move, Def. Of... Ja. Ja, dat is wel onzin. Aan de andere kant, ja, het hoort wel bij de game. Maar... Ja, die Simu vind ik nog niet zo erg, maar die Innards Out vind ik echt kut. Nee, maar wie deed de Simu, zeg maar? Mega Altaria. Ja, hier. Nee, maar dat is wel weer kut, dat precies de Mega... Ja. Yep. Dat is voor mij ook zo, hè? Ik had ook weer precies de Mega, die doet de Simu. En dan moet Gladion ook nog eenmaal vechten. Fucking hell. Een Tapic. Oh, als je nu denkt van, ik blijf leven op 1 HP. Met je Blastoise. Ik nou, blijf misschien... leven. Sander? Otis. Jij leeft op 1 HP, hoorde ik. Ja. Ik moest eventjes mijn frustratie over mijn Blastoise kwijt. Nou, Hapoe. Lekker op met je gezicht. Hoe is jouw akkerteeltje? Hoezo avoid die? Nou, ik ben er zo klaar mee. Met alles en iedereen ook gewoon. Ja, ik ook. Vooral deze game. En als deze game nog één keer... Ik ga hem ook nooit meer spelen. Uritor Cat. Ik weet dat jij erin zit, maar alsnog, ik ga hem nooit meer spelen. Gaat hij weer roaren? Yo, Tapic, ga even dood ofzo. Echt hoor. Nee, maar echt. Laat die weer roeren. Hou eens op met je geroer. Doe ik toch ook niet bij jou? Gaan we gewoon aanvallen dan. Oh, ik ga bij hem whirlwind doen. Nu doe ik het wel bij hem. Maar ja, dan heeft hij zelf op zich afgeroepen. Ik heb ook geen medelijden meer met hem. Gaat hij nou pain splitten? Hozer, doe even niet. Gaat hij weer pain splitten? Ik zei nog zo, gozer, doe even niet. Als hij nu pain split, dan ben ik dood. Trick or treat? Wat is dit nou weer voor rare bullshit? Wel een vette aanval. Als in hoe die eruit ziet. Ja, dat klopt. Alleen ik weet niet wat het doet. Ik ook niet. Ik doe wel Octopussy. Shining is al het hoogste level. Waar is Gladion? Is die daar bij Tapu Village? Nee, je moet nu gewoon naar die ijsberg. Waar je normaal gesproken zit. Ja, oké. Vanuit Tapu Village, zeg maar. Ja, denk ik. Ja. Nee. Niet? Nee, ik kom een spiel tegen. Die mag niet. En daar had ik... Was dat vorige aflevering ook nog? Of was die aflevering ervoor? Ja.
Ja, één van de afleveringen. Ja, ik had daar wel ook een soort van een klein beetje moeite mee. Met die spiel. Hij deed wel irritant in ieder geval. Hey, Gladion, gaan we nu ook nog saai lopen? Hoezo is fighting ook... Oh, omdat de Victory Bell is stiekem. Oké, nee, fijn. Hij heeft Illusion. Oh, leuk! Deze Victory Bell. Gladion heeft een Mega Mewtwo. Yay! Wat leuk allemaal weer. IJsbeer, ga niet dood. Oh, als dit een low roll is, hè? En ik ga nu dood, dan word ik woest. Oké, okay. Oh, Mewtwo blijft op 1 AP leven. Als in je tegenstander. Ja. Yeah. Kut. Oh, oké, okay. Mewtwo is dood. Het enige voordeel aan dat we deze game uitspelen is dat morgen al mijn zorgen voorbij zijn. Ja, same. Ja, maar echt. Ik ben er echt klaar mee. Ik weet ook niet waarom... Zeg maar, als je kijkt naar Shuffle Lock, dan ging best wel goed. Als je kijkt naar Master Mode... Oh ja, hij heeft Bulletproof. Was ik helemaal vergeten. Kut ding. Nee, maar Master Mode ging op een gegeven moment ook niet zo lekker, maar... Ik ga de laatste tijd wel aardig, zeg maar. Wel redelijk. Alleen hier, de Avatar Lock, die naait me gewoon. Ja, oh, ik ben stil. Dat was dom. Oké, ik leef nog. Maar ik ben vorige aflevering door die Mirror Code wel genaaid dan. Maar vooral in het begin werd ik echt heel erg genaaid. En dat is gewoon niet leuk. Nou. Oh. Nee, wat. Oh, dit wordt echt moeilijk. Dit lijkt echt op een Aerodactyl. Wat ja, is nu het? Niet meer. Oh. Ja, nu al is hij ontploft. Ja, die C-move met die draak. Nou. Oh. Die lijkt op een Aerodactyl. Dus jij wil zeggen dat Gladion ook een C-move gaat doen zometeen? Nee, dat was ik die een C-move deed. Oh. Ik heb toch geen Pokémon die een luchtaanval kan. In mijn oren. Ik klonk zo net echt superspeed. Oh, wat waar? Alsof je een soort vertraging had opgelopen en alsof Discord dacht, oké, we gaan dit oplossen. Door Milan te versnellen, zodat hij weer in real time is. Ja, vind ik raar. Oké. Okay. Mianxiao is ook dat. Oké, nog 2 Pokémon's te gaan. Een PP Max. Oh, Gladion, rot nou eens op. Ik wil gewoon naar de Pokémon League, gast. Ik wil gewoon daar genaaid worden, graag. Ik heb ook helemaal geen zin in deze hele... hoe noem je dat altijd? Victory Road. Helemaal geen zin in. Ik wil gewoon stoppen. Yo, een Zapdos mag ik niet hem. Anders had ik een messenbal op hem gebruikt. Nou ja, ik ga hem trouwens sowieso niet gebruiken. Dus ik kan nog wel even kijken voor zo'n goede Pokémon. Maar... Ja. Leuk voor de uitdaging, maar waarschijnlijk is al genoeg uitdaging. Tapu Bulu, is dat niet gras? Gras Fairy? Buk. Wacht. Gras Fairy, ja. Ik had Buzzel in mijn hoofd. Yo, zal ik de messenbal gebruiken? Dat zou je kunnen doen. Ik heb dan wel weer een Fairy. Zou ik hem voor Sceptile kunnen doen? Waarom blijft alles dan ook weer op 1 HP leven? Ja, maar ik kan sowieso de Masterball gebruiken. Oh. Want zo heel veel legendaries zijn er niet meer die ik tegenkom waarschijnlijk. En als ik ze al tegenkom, moeten ze ook nog precies de goede typing hebben. Maar Zapdos mag je toch helemaal niet gebruiken? Nee, met Tapu Bulu wel. Oh ja, Tapu Bulu, ja. En dat is Fairy en
Grass. Grass. Dus ik denk dat ik die voor Sceptile. Aan de andere kant. Kun je ook. Kun je ook moves checken? Van de tegenstander? Nee, als je eentje gevangen hebt. Kan je iets summeren? Ik kan Boelo veranderen. Oh, gevangen, ik ben nu naam aan het geven. Deze Pumpkaboo blijft gewoon de hele tijd Pain Split doen. Die summary? Ja, ik denk dat dat kan. Hij heeft alleen nog maar Pain Split gedaan. 4 keer achter elkaar. Ik had ook zo'n gast die Pain Split deed. Leuk. Jezus, wat een bullshit. Misschien is die move niet gerandomized. Own Tempo, wat doet dat? Oeh, niet confuse. Ik weet niet, moet ik dit nou... Zeg maar, zijn fairy type move is diegene die altijd de target's HP halveert. Dus ik denk haast dan dat het niet handig is. Aan de andere kant, hij heeft wel weer een psychic type move. Nee. Kom op, denk... maar alsjeblieft met... Oh wacht, dit waren zijn Pokémon's al, gelukkig. Ik denk dat ik het niet doe. Nee, hij heeft maar 4 Pokémon hoor. Niet bang zijn. Nee, maar ik dacht dat ik pas op 3 zat. Oh. Nee. Hier word ik echt woest van. Deze aflevering, ze wrijven het er echt in. Jeetje, Mina. Ik ga ook gewoon runnen. Dan kan die ook geen mirror code doen. Jeetje, Mina. Hoe durven ze? Hoe durven ze überhaupt? Dit gedrocht. Deze... de ergste Pokémon op aarde. Hoe durven ze die in mijn gezicht te gooien met Mirror Code? What the fuck? Ik weet wel hoe ik deze aflevering ga noemen als ik hem naar je achter stuur. We gaan het vanzelf zien. Ja. Ik neem aan dat we deze aflevering gewoon... het spul helemaal gewoon... completen. Nou, dat kan niet. Oh. Want ik ben twee Pokémon's kwijtgeraakt. Dus je moet Pokémon's gaan trainen sowieso. Maar we kunnen in die tijd toch geen... niet alles completen. Nee, oké. Okay. Wat handig zou zijn als ik nog Pokémon's zou tegenkomen die ik mag vangen. Ja, je hebt wel zo'n grasje, ja. Waar ik die Tapu Boo. Doe, heb ik hem genoemd. Omdat stier. Nee, bij stier denk ik ook aan koeien. En koeien doen ze van boe. Hey, een Moltres, die mag ik niet. Yo, jij hebt ook een Legendary Bird? Dat is wel toevallig. Als ik nu niet kan runnen, dan ben ik Cartana kwijt. Hier, dit lijkt toch op Mega Altaria? Of Altaria. Mega Aerodactyl. Als jij het zegt. Ja, jij ziet dat niet, maar ik zie dat wel. Ik bedenk me net, hè, dat ene woord dat ik zei van... Yo, ik ga dit woord de hele aflevering niet gebruiken. Ja. Volgens mij heb ik dat sowieso nog nooit gebruikt. Oh. In één van de afleveringen. Maar hey, boeien. Kaboom. Het is voor jou extra lastig. Nee, kaboom is het niet. Nee, dat weet ik. Kaboom, nee, maar voor jou gewoon extra lastig. Dan weet je nooit dat ik... ben. Deze game haat mij of zo. Wat trouwens op een bepaalde manier ook niet helemaal waar is. Ligt aan natuurlijk hoe je het bekijkt, maar... goed. Op zich ben ik nu, op dit moment... Want ja. Dat. Moet tegen een Pharaoh. Ik hoop dat hij doodgaat en dat ik de Ancient Power Boost krijg. Hij gaat natuurlijk weer niet meteen in één keer dood. Nee. Krijg wel de boost. Dat is wel nice.
Eerlijk is eerlijk, die boost is wel nice. Yo, ik heb een sunstone, daar heb ik echt niks aan. Misschien kom je nog een sunkern tegen. Die mag je vangen. Nogmaals, daar heb ik niks aan. Of een glue. Maar choke. Holy damn. Ik weet niet wat het is in deze grot, maar ik kom wel veel legends tegen. Nou, oké. Die andere twee waren natuurlijk niet in de grot, maar... Je snapt wat ik bedoel. Ik kwam nu namelijk een Raikou tegen. Oké. Die zijn best wel pittig. Ja, ik kan me gewoon vliegen, maar... Ik bedoel, best wel veel wilde Pokémon. Ja, toch. Waarom deed dat zo weinig damage? Oh, ik denk dit is al het einde, maar nee, dat is niet. Dat was ook te mooi om waar te zijn. Oh, ik sta mijn muis echt precies op het kruisje van Citra. Dat gaan we even niet doen, hè. Nee. Dacht ik even niet. Waarom switch ik? Het is gewoon een wilde Sentret. Het is niet alsof ik hem wil gaan vangen. Ik dacht nog even omdat ik nu zeg, ik wil hem niet vangen, dat ik hem dan expres wel ga vangen, maar... Nou, zo ben jij. Ja. Nou, eigenlijk viel dat wel mee. Ik heb het uiteindelijk niet gedaan. Yo, what the fuck? Wat? Wat? Ik kom de Crossma tegen. Oh, die is wel nice. Nee! Ja, ik weet nog niet in wat die gerandomized is. Een Psyguard. Ja, die mag ik niet. Nee, oké. Okay. Ik dacht eventjes, stel hè. Want dit is waarschijnlijk een level 60, 65 zelfs. Dan was het echt zonde geweest. Yep, dat sowieso. Oh. Als ik mijn messenbal had gebruikt, terwijl ik hier nog een goede tegenkom. Maar schijnbaar is in deze game... kom je niet Crossma hier tegen. Klopt, ja. Dat wist jij? Ja, dat wist ik. But you not vertellen mij? Nee. Yo. Hater? Deze Shieldon mag ik vangen, maar... Dat is weer dezelfde type, dus ik denk niet ik die vang. Wat vang je Shieldon? Yo, Glaceon, die ken ik. Dat is van die Eevee. Oh shit, ik loop net in die double battle. Oh, dit gaat mijn Pokémon's coasten. Ja, daar ben je al voorbij gelopen. Die, het zijn twee double battles met die black belts. Alleen, die heb ik echt die, ook niet eens gezien. Die kijken dan zo naar de muur, zeg maar die draaien dan soms om. Maar daar ben je gewoon voorbij gelopen waarschijnlijk. Oh, die black belts buiten bij die vuurkorf. Ja. Yeah. Oh, ik had ze altijd gewoon keken naar niks. Oh, en ik heb helemaal niet geheeld. Oh, dit is zo dom weer. Het verbaast mij hoe zwak Kartana is. Wel een legendary, toch? Of Ultra ja, Beast. Ja, Ultra Beast, ja, maar... Ik vind Ultra Beast niet zo heel interessant, eigenlijk. Ik ook niet. Nee, oké, gelukkig. Yo, Tornadus? What the fuck? Hoezo heeft deze gozer nou weer een Tornadus? Vind ik helemaal niet... Dat wil ik helemaal niet. Ja, niet dat hij iets mee verandert. Dat zou toch eens mooi zijn. Dat wil ik niet. Oh, sorry. Dan wordt deze Pokémon een Caterpie. Ja, ja, dat wou ik. Ja, ja toevallig. Dat is niet wat ik wou. Precies. Dat zou wel chill zijn. Mijn fantasieën slaan nu al helemaal op hol, maar ik vergeet de werkelijkheid. Het is allemaal niet zo mooi in het leven. Het is hard pikkelen. Oh, ook nog een Mega Lucario, tuurlijk. Je hebt nog niet genoeg Mega's gezien. Wat? Ik denk dat jij letterlijk elke Mega wel een keer hebt gezien. Zo voelt het in ieder geval wel. Je hebt erg veel mega's. Je hebt het altijd over mega's. Mega hier, mega dit, mega dat, mega zus, mega zo.
Mega daar. Mega overal. 5. Mega Man. Ook. Mega Salamence. Heb je die ook gehad? Toevallig? Die heb jij al een keer eerder gehad, volgens mij, Mega Salamence. Nee! Nee, rot op. Nee. Oké, gelukkig. Wat gebeurde er? Ja, ik denk Ice, hè. Want ja, Ice is super effective op Dragon en Flying. Ja. Yeah. Hij heeft dus Flamethrower. Oeh. Dat had ik wel kunnen weten, want Shelgon of Bergen heeft ook al Flamethrower. Dus ik had het wel kunnen weten, maar... had ik niet bij nagedacht. En dat haat ik. Dat is een beetje jammer. Dat is een beetje jamper, ja. Hé, hey, we gaan niet schelden in mijn... Maar jij scheldt zo vaak. Met het V-woord. Ik weet het niet meer. Yo. Hij weet niet dat hij met het V-woord scheldt. What the fuck? Een flash cannon, wil ik dat? Is de vraag. Oh, zie je zegt dat echt bijna elke dag, volgens mij. Nee, dat zie ik jou wel vooraan? Ik weet niet eens waar het over gaat. Ja, maar doen alsof hij niet weet waar het over gaat. Hij weet goed dat hij het V-woord dagelijks zegt. Weinig tot L. Nog steeds doet hij alsof hij het niet snapt, hè? Nou, een loser. Oh, kut, een dubbel battle. Twee Ace Trainers. Een Ace Trainer en een rare man. Ik hoop dat de wacht, ik moet denk ik healen of niet. Oeh, deze gozer, ze hebben ook nog 5 Pokémon en Curum. Een Black Curum. Die heb ik ook al eerder tegengekomen, volgens mij. Oké, kom op, ben een legendarische die ik mag gebruiken. Kom op, Tecross, maar je kan dit. Marshadow. Is fighting toch, Marshadow? Fighting Dark. Deze Pokémon mag ik gebruiken. Oh, ziek. Yo, ik zou hem masterballetje. Ah, die heb ik niet. Wat? Je hebt er toch sowieso 1? Nou, maar die heb ik al gebruikt. Op wie? Ja, op die shiny Oshawott. Oh, nice. Mijn Pokémon is dood. Zie. Voor de verandering. Welke verandering? Het was sarcasme, Sander. Oh. Nee, dat snap ik nog. En je moet wel zorgen dat je alles goed snapt. Is Brian op beide? Oh, Golurkjes. Hoe ga ik deze Pokémon ooit vangen? Ik wil hem wel, maar... Oh, dat is ook super effective. Ik word helemaal uitgemoord. Door deze Marshadow. Het kan me ook niks schelen als ik heel eerlijk ben. Oh, wacht. Dat is niet slim. Daar is zo ver gekomen. Ja, ik heb nog Pokémon in de box, hè. Ja, maar... Ik weet niet hoeveel dat er nog zijn, maar... Net aan 6, denk ik. Ja, maar dan ga je echt met allemaal Sixagoons en zo. Moet je straks de dinges verslaan. Ja. Dat je allemaal kut Pokémon hebt. Omdat, dat ja. Is zo. Eén. Twee. Oh nee, natuurlijk niet, Marshadow. Ik wil deze Marshad. Oh, wacht. Nu moet die emergency exit zeker. Ja. Oh, ik haat die ability. Snap ik. Oh, huh? Dan ga je ook gewoon uit de battle. What the fuck? Nee. Als in, jij mag die Marshadow. Heb je geforfeit? Ja, waarschijnlijk. Als ik nu terugloop, is hij er weer of niet? Even kijken. Was het een Necrozma? Nee, ja. Het was een Necrozma, ja. Die kom je niet meer tegen, zeker? Nope. Dus ik ben 2 Pokémon voor niks kwijtgeraakt.
Yo, dat vind ik echt bullshit. Oh, en een trainer, leuk. Zet wel mijn Pokémon nergens op. Een Magnemite. Ik heb geluk gehad met die dubbelbuttel, man. Die laatste. Daar ben jij nog niet, denk ik. Nee. Tenminste, ik hoopte dat dit de laatste was. Ziet er wel zo naar uit. Hier is nog wel een grasje in, maar... We gaan naar de top van de berg. En daar voorbij. Want we vliegen er weer eens vandoor. Oh nee. Wow. Ik denk dat we het hier dan bij laten. Of is het nog, zijn we nog geen half uur bezig? Jawel. Jawel, we zijn een half uur bezig. Ik denk dat we het hierbij laten. Ik ga gewoon tot en met de Pokémon. Want je bent al bij de Pokémon League, of niet? Ja. Dan laten we tot hier. Speel ik door offscreen tot de Pokémon League. En dan gaan we met z'n allen feesten. Je slaat die battles dan ook gewoon over? Onscreen wel, maar ik ga ze offscreen doen. Ja, dan okay. Kunnen we de volgende aflevering gewoon met de Elite 4 beginnen. Ik met de restje Pokémon wat ik nog heb. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Voor dit nou een leuke aflevering. Doe een duimpje omhoog. En zie je graag de volgende keer weer. Adios amigos. Joejoe.